Nou mensen, welkom bij een nieuwe video van GTA 5 Edda Speedy Farmer. Ik ben Wim, maar ik ben niet Wim, maar ik ben wel de Wim die jullie in de intro horen, omdat het kan. We gaan vandaag in een rapid responder rijden in de roleplay reality server. En we gaan eens kijken wat voor leuke diensten we van gaan maken. Gaan jullie met mij mee, olé olé? Ja, maar rapid is weg, waar moet ik nou? Waar is die naartoe? Ja, die is ineens weg. Oké, okay. Nee, goed, ja, nee. Ja, goede intro. Ik zeg vaker doen. Jij ging de Roblox opnemen voor mijn kanaal, of hoe zat dat nou ook alweer? Ja, dat is inderdaad wel het idee. Subscribe op YouTube. GTA 5 Roblox and more. Dat was hem inderdaad. Je had al 4 abonnees, zag ik laatst. Ja, ja, 4. En ja, we gaan er wat lid van maken. De eerste video komt als het goed is 2023, in januari ongeveer. Nou, dan zit mijn agenda vol, dan kunnen we niet helaas. Kan het misschien ook januari 2024? Een moment hoor. Ja, zeker. Hoe laat? Even kijken, 4:26. 4:26. Ja, nee, heb ik nog een plekje. Dus ik die dan vast, en dan gaan we 2024 beginnen we, ja? Ja, nee. Oh, wacht. Nee, 2040 bedoel ik, sorry. Oh, 40? Ja. Ja, ik denk al, anders ja, nee, ons zo langzaam. Dat is best snel. Oh, daar komt de brandweer. Kom, we springen ervoor. Oh, doe, nee, toch niet. Oh, nee, ja, niet. Vol in de remmen. Oké, okay, nee, ik heb het erin gezet, ja? Mooi in 2040 ga ik spreken, ja? Nee, 3040. Oh, ja, ja jongen, wel, ja, tuurlijk joh, we gaan het niet in 2040 al Roblox opnemen. Nee, je hebt een lekker flexibele intro. Ja, toch? Ja. Hey mensen, wij gaan Jasper alvast bedanken. Die gaan we vandaag zeker nog treffen, want hij is MMT. Dus hij komt met zijn hele zieke landingsshow skills maken, alles. En wij gaan vandaag met de Rapid Responder. En deze is gemaakt door Jesly van Heumots. En die is niet te downloaden, lekker puh. Wij gaan even voertuigcontrole doen. En dat gaat blauw zijn. Maar blauw is niet zo mooi, dus we doen blauw zo. Kijk eens hoe mooi, onder de spiegeltjes, in de grill, in de lichtbalk. Ja, dat was het eigenlijk. Meer hebben we niet op de ding. We hebben oranje, maar die ziet niet mooi uit. Ik weet niet wat hij hier heeft mee heeft gedaan, Jesly, maar fix het even. En that's it. We pakken even onze lifepack erbij. Want die hebben we wel nodig natuurlijk. En dan ze denken, waarom pak je een knife? Maar dat is onze lifepack. Kun je daarmee steken? Jazeker, kun je daarmee steken. Ja, en dan was het. Hebben we nog iets wat we moeten pakken. Ik heb geen brokaar vandaag, dus dat hoeft ook niet. Dus ja, nee, dat was hem. We zijn vandaag ook over de G, oproepbaar over de G. Mocht het nodig, echt nodig zijn, dan zijn wij dus switchen wij naar over de G. Maar wat staat dat nou in over de G? Over de G, dat is officier van dienst geneeskundig, meen ik, hè? Geneeskundig. Ja, ja, ja. Goed, ja. Dan heb je eigenlijk de leiding over het incident. Dus je zult zien als iemand als eerste ter plaatse komt, dan gaat hij een groen hesje aandoen, want dat doen ze dan. Die neemt de leiding totdat een over de G ter plaatse is. Nou, wanneer komt nou een over de G ter plaatse? Dat gaat Jasper ons even vertellen. Bij incidenten waar meer dan 3 ambulances aangekoppeld worden, MMT criteria inzetten wordt heel vaak over de G meegekoppeld. En grote grip incidenten die worden ook nog wel eens meegenomen door de meldkamer voor de over de G. Ja, ja, nou, helemaal goed. Dus we gaan kijken of we vandaag nodig zijn als over de G. We zijn sowieso rapid, dus we gaan als een rapid responder voor de mensen die nu weten. Het is gewoon een verpleegkundige die... Daar gaat hij weer! Die alleen op een auto rijdt, dus normaal heb je natuurlijk een chauffeur bij je. Nu kun jij snel ter plaatse gaan, eerste hulp bieden en eventueel iemand gewoon thuis laten, mocht je dus niet mee hoeven naar de naar het ziekenhuis. En mocht hij wel nodig zijn of wel naar het ziekenhuis moeten, dan gaat gewoon een busje komen die hem transporteert. Bijvoorbeeld dat busje daar. Zo. Oh, wat was het? Ja, ik denk dat je deur te hard dicht ging. Lekker man. Nee, dus ik zou zeggen, wordt iemand vol overreden op postcode 568? Nou, daar gaan we dan zo meteen waarschijnlijk naartoe. Ik heb er nu al zin in. Ik heb er ook al zin in. Dat zien wij allemaal op Twitter gebeuren. Hè? Dat is toch ongelooflijk. De wereld van tegenwoordig. Niet bellen, gewoon twitteren. Ja. Gewoon twitteren. Hopen dat de meldkamer het leest. Nou ja, het werkt hier in ieder geval in deze server niet zo dat wij nu allemaal met z'n allen naar postcode 568 of het was het gaan. 568, ja. Ja. Nee, ze werkt er niet. Wij worden gewoon dadelijk gekoppeld en dat kunnen we nu zien in het GMS. Oh, er zijn al eenheden gekoppeld. Persoon aangereden daar dan door. Dat kan ik nu eens over de G zien. Dus die ambu. Die gaat zo rijden. Die heeft de melding ontvangen en ja, nou, hij sloeg af geloof ik. Ja, nee, ja.
Hij is aan het twijfelen. Nou, hij is aan het twijfelen, ja. Hij denkt, durf ik wel op beeld? Ook al hoort hij mij niet. Oh, daar komt nog iets. Nee, toch wel. Ja, daar gaan ze. Let eens op. De meest mooie intranet. Kijk, daar gaat hij. Kijk, niet eens blauw aan. Oh, ja, nee. Daar was een stoeprandje. Alsof die ambus niks kostte. Nou ja, als ik op de straat lig en doodgereden ben, dan wil ik ook wel zo snel worden geholpen. Sirene? Ja, nee, ja, nee. Nee. Ja, gaat soepel. Nee, ze staan stil. Nou. Welkom bij de ambulance. Nou ja, dat kan gebeuren. Zullen we nou ook bij de ambulance willen? We zitten vol, dus dat kan. Oh, daar gaat hij. We zitten vol, dus dat kan niet. Je kunt je wel aanmelden. En dan kom je bij ons. Maar deze man moet je dan inwerken en ik weet niet of je daar zo blij van wordt. Dus ik zou zeggen, meld je... Nee, niet met... Nee. Haha. Oh, yes. Nee, die was raak. Ja, ook bij mij. Ja, Wat was ik ook aan het zeggen? Ja, meld je zeker aan via de site. En wie weet... Ja, lekker voor je. Wie weet wat je onze collega... Ben je dood? Nee, het scheelt niet veel, maar... Nee, ja, dan is het goed. Ja, wij gaan wachten op de eerste melding. En die zal nog wel even duren. Maar ik zie jullie daar dan. Doei. Ik heb een melding. Maar... Nou. Ja, fijn dat ik niks heb. Een diaatje. Een dia, nou. Veel moeite met ademhalen. 208. Hey, dat zo, hè. You... En nou, een melding persoon die moeite heeft met ademhalen. Een A1. En het is glad op de weg, dus we moeten wel even rekening daarmee houden. Goedenavond, 43. Melding ontvangen en onderweg over. Ja, 23, succes. 117, heb ik bij. Ja, nou had ik gezien, dank je. Dus ja, we houden rekening met het ergste natuurlijk. En als het iets minder is, kunnen we daar altijd... scheelt dat altijd. Ja, het kan astma zijn, het kan COPD zijn. Mensen die zeggen dat ze stikken, die stikken vaak niet. Ding dong. 43 Ja, die is net behandeld over. Ja, ik kan ze dubbel in staan op. Voor de burger betreft het huis waar je naar binnen kunt, dat blauwe ding. De burger zit hier niet. Hallo, zit ik hier goed? User was moved to your channel. Meneer, hallo. Laat me weten dat het is, hoor. Hallo meneer. Goeiedag. Ik ben weer mijn burger, is dit dat appartement waar je in kan? Ja, ik ben er. Okay. Hallo meneer. Hi. Ik ben weer mijn ambulancedienst. Ik zal alles meenemen. Wat is er aan de hand? Ja, ik was met een paar vrienden van me aan het hotboxen. Ja, ik weet niet, het sloeg te hard op mijn long of zo. Oké. Tempo 1-2 gebeld. Ja. Oké. Nou, de eerste, hè, eerste wat mij al opvalt, je praat met volle zinnen. Je hoestte net wat, maar ja, goed, dat kan gebeuren. Ja, voor de rest zie ik niet heel veel aan je, maar we gaan eens wat controles doen. Heb je verder nog klachten? Nee. Ja, ademen gaat moeilijk. Dat vooral. Oké, okay, ja. Ik heb een hele erge kriebel als ik praat. Ja, allereerst, waar zit hier die radio? Voordat ik weer... kunnen we die kapot maken, die radio? Ik heb het gevoel dat ik een Madonna hoor. Hoor je radio? Ja, ik hoor muziek. Moet je even uitzetten? Oh. Via? Settings en dan denk audio ergens en dan radio. Patate, eens even spieken. Ja, music moet... Via welk menu? Gewoon escape. Settings, audio en dan music helemaal omlaag. Ja, lekker man, dank je. Oké. Wij gaan wat controles bij doen, meneer. Maar ik weet niet of we net al had gevraagd. Heeft u verder nog iets gebruikt of zo? Ja, nee, ja, hotbox, dus u weet denk ik wel.
Oké, ik sluit even de hardmonitor aan. Nou, voor jullie, wat ik nu zie, hè, ik zie hier iemand zitten die praat gewoon met mij. Dus die zal niks in zijn luchtweg vast hebben zitten. En die ademhaling, ja, ik zie ook niks raars. Als iemand moeite heeft met ademhalen, dan hoor ik wel wat meer dan dit. Ik heb in ieder geval ook even zuurstof meegenomen. Ik weet of je dat mee had. Nee, ik alleen een lifepack mee. Okay. Maar wacht maar even. Ja, daarom. Hartslag is wat lager, kan wel. En verdere klachten? Nee. Nee. Geen pijn op de borst of zo? Nee. Oké. En deze klachten eerder gehad? Nee, niet zo erg, nee. Okay. Wat doet de saturatie? Saturatie is ook aan de laagkant. En hoe laag? Extreem laag of normaal? Ook hetzelfde als hartslag, net iets ondergemiddeld. Oh, oké. Goed, en de bloeddruk doet hier nog iets raars. Bloeddruk is hoog. Hoog, oké. Okay. Ja. Goed, ben u gespannen meneer? Ben u zenuwachtig voor dit alles nu? Ja, wel een beetje ja. Ja, oké, okay, goed. Dat zullen dan wat stresstensies zijn. Saturatie is iets lager. Je mag even voor mij een liter zuurstof geven, Rafael. Ja, ga ja, voor de rest... Hartslag is wat lager, maar dat vind ik ook niet heel spannend, net onder het gemiddelde. Ben je buiten bewustzijn geweest? Nee. Nou, ik ben wel van de wereld af door... We zijn blauwe, maar... En die vrienden van jou? Zijn die nog hier? Nee, die zijn een paar zijn weg, anderen zijn hier nog. Ja, goed. Hadden hun dezelfde klachten? Nee, ik was de enige. Oké. Ik ga dus door even een zuurstofmaskertje om uw mond heen doen. Dan kunt u wat makkelijker ademen. Ik ga nog even luisteren naar de longen. Je mag even een paar keer diep inademen en gewoon rustig uitademen. Ja. Links. Rechts, ja, en op de rug ook nog even links en rechts, ja. Doe even de jas een beetje omhoog, adem maar in, adem maar uit, en andere kant, in en uit. Oké. Hoor ik afwijking? Ja. Nou, wat voor een afwijking ongeveer? Je hoort geratel. Oké. Geratel. Hoe oud ben je? 24. Zal je niet bekend zijn met hartfalen, denk ik? Nee. Oké. Okay. Goed. Nou ja, geratel als een vocht achter de longen of... Ja, zoiets. Oh, nou, oké. Okay. Gaan we toch even een hartfilmpje maken, gaan we eens even kijken. En gaan we je toch maar even meenemen naar het ziekenhuis. Dat moet zonder haast zijn. Oké, mag je... Spoed of zonder spoed richting? Nee, zonder spoed. Ik ga even een ECG bij je maken, dat is een hartfilmpje, dus mag je even stil blijven zitten, niet praten tot het hartfilmpje is gemaakt, zo gebeurt. Ik sluit even het een en ander nog aan. Nou, ik hoor het voor achter de longen, hè, dat krijg je niet standaard als 24-jarige. Hoe dat nou ontstaat, ja, meestal bij mensen met hartfalen, decompensatie cordis, en dan ga je kijken naar astma cardialen ofzo. En dat is dus echt tot het hart, hè, hartfalen, dus het pompt niet meer goed en dat vocht dat gaat vastzitten achter de longen. En dat wil je niet hebben, maar ja, dat zou heel raar zijn met deze 24e man. Oké, mag we praten, hartfilmpjes gemaakt. Ik zie niet echt afwijkingen. We gaan je toch even presenteren bij de SEA. Of eerst, nee, SEA doen we even. Je hoeft niet naar de eerste harthulp. En dan gaan ze daar even verder onderzoek doen. Ja, prima. Ik kan er ook niet meer van maken dan dit op dit moment. Nee, ja, prima. Ik vertrouw jullie wel. Goed, dus dan gaat mijn collega met jou mee, dan koppel ik mijn lifepack even af en dan gaat hij jou even zonder spoed naar het ziekenhuis brengen. Ja. Dan komen mij betreft hier op het einde van de straat, Rafael. Ja, goed, dus je hoort het, hè. In ieder geval wat vocht achter de longen lijkt het. Ik kan niet verklaren waardoor dat komt, lijkt me niet, doordat het door hartfalen komt. A, gewoon vrij, ja, B, saturatie iets lager, waarvoor hij dan even een litertje zuurstof krijgt van jou.
C, wat hogere tensie, mogelijk stress tensie. Hartslag net onder gemiddeld van 50 slagen per minuut, maar dat is ook niet zo heel gek bij een jong persoon. In de D, ja, niet heel veel spannends. En dan in de E zie ik verder ook niet echt iets van top tot teen. Dus ik zou zeggen, neem me mee, neem me mee. Ja. Ja? Nou, dan mag u heel even gaan. U kunt gewoon allemaal opstaan, neem ik aan. Ja, ja, ja. Ik ga je alvast de hand schudden. En dan ga ik er alvast vandoor. Heel veel wetenschap. Yes. En hopelijk niemand tot ziens onder deze omstandigheden. Nee, Yes. Goed. Dan mag je even op deze fictieve brancard gaan zien. Ik doe alvast, sit-upje. Ja, is goed. Zo, dat was de eerste melding. En ja, wat kunnen we er nou van maken? Niet veel. Kijk, als je nou echt een burger hebt die medisch een goede achtergrond heeft, want die hebben we hier wel een paar, dan kun je misschien gaan zeggen achteraf van hey burger, wat was jouw intentie? Wat had je nou uiteindelijk voor een klachten? Want hij zal, hè, als we bijvoorbeeld iemand hebben die verpleegkundige is of dat soort dingen, dan kun je het vragen van, hè, wat had je in gedachten? Als ze toch zegt hartfalen, dat lijkt me niet, maar stel hij zegt dat toch, ja, dan, hè, dan zou het zomaar kunnen zijn dat, dat als jouw gedachte daarin goed was, dat je dus achteraf kunt zeggen was het inderdaad hartfalen. Dan zegt hij ja, dan had je toch een gedachte. Ik vermoed niet bij deze burger, en dat is niks naar de burger, dat hij echt iets in gedachten had. Dus ja, we komen er nooit achter wat er nou echt was. Zo, in het echte leven kun je nu nog bellen of over een half uur of over een uur bellen naar de SEA van hé, wat was het eigenlijk? En dan hoor je dat. 43 voor het MK over. Ja, 43. De patiënt gaat met de 117A2 naar het ziekenhuis en ik ben weer vrij. Ja, de patiënt gaat met 117 richting het ziekenhuis en u bent weer vrij, dat is vernomen. Neem hem weer terug. 117 is het, nou, en dan goed als ik u ook zie ik jullie ja, ik heb een spraak voor gedaan, ik heb persoon